Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de vijfde aflevering van Robin Smalltalk. Vandaag gaan we aflevering 7 bespreken. En zoals afgelopen weken was dit toch wel weer echt wel een goede aflevering om te zien. En helaas heeft wel Christiane het spel moeten verlaten, net voor de finale, welke volgende week plaats gaat vinden uiteraard. Het is in ieder geval tijd om de zevende aflevering te bespreken. Van de Spartaanse wandeling tot beschermen aan het einde. Een sterk gesprek met Jolien. En natuurlijk moeten ze de koffers niet vergeten mee te nemen bij het verlaten van de trein. In opdracht 1 werden er twee teams gemaakt. Het ene team moest het laatste stuk bewandelen tot Sparta en het andere team moest in de winkel in Sparta proberen spullen te stelen zonder dat ze gepakt werden. Hier is toch in totaal een leuk bedrag van €3240 bijgekomen. En hier zijn mij de volgende dingen opgevallen. Christian had zichtbaar meer moeite met het wegstoppen van spullen. Waar Alina dit deed alsof ze dit vaker had gedaan. Dit was ook wel heel mooi om te zien, maar helaas ook wel jammer dat Christian net voor het einde werd gepakt. Ze hadden hier best wel mee verder kunnen komen als Christian iets minder opzichtig was. Bij Bart en Jolien liep het iets minder fijn, letterlijk en figuurlijk, maar het vreemde was dat Jolien vrijwel zonder pijn rondliep, waar Bart bij iedere stap last had van de spullen die op de grond lagen, dus de naalden en dat soort dingen. Pas op voor die dennen. Ja, enfin, ik moet niet pas op zien. Jij hebt schoen. Ah! Allee, Wessel? Nee, ça va. Niet dat hier direct een hint of theorie achter zit, maar ik vond het gewoon grappig om te laten zien. Dan verder gedurende de opdracht maakte Bart een opmerkelijke beslissing. Als we eraan komen, volle patrol lopen op Christian. Die je gewoon neerzet op zijn poep. Ja. Twee schilden rond. €2000. Fuck Alina. Waarom zou je alleen Christian beschermen? Je gooit dat per definitie al €2000 weg. Natuurlijk voor de mol ideaal. Want hoe minder geld in de pot, hoe beter. En wie reageerde hier niet op dat ze alleen Christian moesten beschermen? Inderdaad, Jolien. Persoonlijk vind ik dit toch een erg sterke hint richting haar. En naarmate ze het einde naderde, had Jolien er geen kracht meer voor. Wel vreemd omdat ze in aflevering 4 van de Mol ook behoorlijk sportief was en dat nu ineens niet meer. Wilde ze dat de opdracht zou gaan mislukken? Nee, hey, maar ik denk eigenlijk niet dat ik het kan. Ja, maar kom aan. Stoppen. Even volhouden. Sorry, ik ben gewoon even in paniek. Maar waarom? Rustig. Maar met heel weinig tijd op de klok zijn ze toch op tijd bij Christian en Alina om ze te waarschuwen voor wat er gaat komen. Bart en Jolien hebben ze goed kunnen beschermen tot dit moment. Geraakt. Het vreemde was dat Bart zijn schild ineens een stuk hoger hield, maar ook dat Christian met zijn benen naar beneden zat. Was dit een afleidingsmanoeuvre van Bart om de schuld in Christian zijn schoenen te schuiven? In ieder geval hebben ze ondanks de situatie toch veel geld in de pot erbij gebracht en was bijna de halve aflevering al voorbij door deze opdracht. Dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2 was een iets wat speciale opdracht. Eén kandidaat had een stuk knoflook in het eten zitten. En deze kandidaat mocht later de vraag stellen aan de andere medekandidaten en wellicht ook wel de mol. En heel toevallig was dit ook weer Jolien. Ondanks dat ik haar steeds meer verdenk de mol te zijn, heeft ze toch wel een aantal goede vragen en opmerkingen. Zoals deze bijvoorbeeld. Bij de proef in het gymnasium. Je haar lag een beetje warrig toen hij terugkwam. Hoe kwam dat? Want je haar lag anders nooit warrig. Nee, dat is waar. Ik heb eigenlijk stijl haar. Ja, hè? Dat is vreemd. Dan zou je denken van, ja, het klopt wat ze zegt, maar ik heb het stukje van aflevering 6 teruggekeken. Maar na een aantal opdrachten zat haar haar in een soort van een knotje. En het lijkt mij dat wel veroorzaakt dat haar haar niet helemaal stijl meer zit. Niet geheel terecht in mijn ogen de vraag. En later maakte Bart en Jolien een statement over de mol en over de test en executie. Wie denkt hij dat de mol is? Dat ga ik niet zeggen. Maar ik denk dat jij ook weet wie dat de mol is, Jolien. Misschien. Maar ik ga dat nu niet zeggen. Dat weet ik. Maar denk goed na vanavond. Zeker, jij ook. Dit was wel een heel apart moment om te zien, want het leek hierop dat Bart erg zeker was van zijn zaak. En Jolien wist niet goed wat ze erop moest zeggen. Jolien maakte ook bij Christian dezelfde opmerking over zijn haar. En ook dat heb ik nog een keer gecontroleerd. Maar dat was ook redelijk hetzelfde voor zover ik het in ieder geval kon zien. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht. De opdracht waar ze veel geld konden verdienen als ze allemaal een koffer met geld hadden. Of waar je een vrijstelling kon krijgen. En dat zorgde ervoor dat er daar geen geld in de pot bij kwam. Deze opdracht werd er heel veel gelogen door iedereen behalve
door Aline. En later de opdracht draaiden Bart en Christian ook bij. Alleen Jolien bleef glashard liegen. En waarom? Alleen voor de vrijstelling en geen extra geld in de pot. Wie wil er als eerste gaan? Klopt, ik ga. En ook hier ging ze weer als eerste naar de koffers kijken. En haar koffer had natuurlijk de vrijstelling. En als ze die zou vasthouden, zou het inhouden dat er geen geld in de pot bij kwam. En doordat iedereen behalve Alina loog, werd het lastig om te kijken wie hier zou kunnen mollen. Tot Bart eerlijk werd. Op dat moment was er al verwarring en daar kon Bart ook mooi gebruik van maken door te zeggen dat hij ook ineens geld had. Ik ga u zeggen, in blauw zat geld. Ja, oh. Ja, Bart. Ja? Ik ga het u zeggen. In blauw zat 500 euro. Ja, mannetjes, nu weet ik helemaal niet meer wat ik moet geloven. Dit zou een voorzichtige hint richting de mol kunnen zijn, want de mol weet natuurlijk wat er in welk koffertje zit. In ieder geval wel verdacht. Dan door naar het einde van de opdracht waar de koffers werden geopend. Ik heb oprecht nog niemand zo schuldig zien kijken over het winnen van de vrijstelling. Want Jolien wist dat er geld in de gele koffer zat. Er kan al 2500 euro verdiend worden. Jolien, wat denk jij? Dat is de vrijstelling. Oh man. Dan hangt alles af van de laatste koffer. Fuck. 1500. Goed gespeeld. Oh, goed gespeeld. Top, top, top. Jolien, neem maar. Ik wel. Jij bent de eerste die zeker is van de finale. Wat ook zeker is, is dat deze opdracht niks oplevert. En nadat iedereen de koffer had geopend, dat gezicht wat ze trok. Ik heb dat in geen van alle afleveringen dat nog bij haar gezien. Heel bijzonder in ieder geval. Maar ze staat nu wel definitief in de finale. En dan over de finale gesproken. Dan is het nu tijd voor de executie en afsluiting van deze aflevering. Ik heb in alle afleveringen van Wie is de Mol en de Mol nog nooit zo snel een executie gezien. Helaas moest Christian hierdoor het spel verlaten. En was de aflevering ook wel vrij snel afgelopen. Waar ik de vorige keer Jolien, Alina en Bart verdacht zijn daar geen wijzigingen in gekomen. Of het klopt wat ik zeg, gaan we uiteraard volgende week in de finale meemaken. Mijn voorspelling is dat Jolien de mol is, Alina de winnend finalist en Bart de verliezend finalist. We gaan het in ieder geval meemaken. Ik ben echt ontzettend benieuwd wat de uitkomst zal zijn. Normaal gesproken zou ik ook nog een extra video maken met alle molstreken. En dan op basis daarvan mijn besluit nemen. Maar omdat de mol maar 8 afleveringen is voordat de mol bekend wordt, dus dat is volgende week, heb ik dat niet besloten. En ik heb nu ook maar in totaal 5 video's gedaan, vrij vlot achter elkaar. En ik denk dat het daar ook wel vrij duidelijk in wordt vermeld wie ik daardoor ga verdenken. In ieder geval zeg ik voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.